Chernobyl. Ik weet ook niet of ik te verstaan ben, want ik heb nog nooit die beelden afgeluisterd. Ik ben even onderweg om mijn compagnon op te halen, Gijs. Misschien of hij zijn treinrit heeft overleefd. Goedemiddag. Kijk, dat is de eerste bescheiden prijs. Ja toch? Dat past er precies wel bij. Kijk, hoor het. Hier is precies nog een plekje over. Zo, je hebt helemaal vol, joh. Doen de airbags het? Ja, dan is het afgelopen. SO is op paleis, het loopt natuurlijk. Ja. Zo, we zijn precies op het Sanziglita. Is de auto wel gewassen voor die tijd? Want ik vind hem een beetje smutsig. We hopen door een flinke buitenrijden. Oh ja. Het gaat wel spontaan, ja. Hè? Het is ook lekker spontaan. Ja, precies. Het is spontaan. Nou jongens, daar gaat ie. Hoi. Goeie reis! Here we go! Fijne reis! De training, here we come! Yes. Maakt hier helemaal raar geluid, joh. Ja, schrijf er dan, hè. Ja, dan kijk je. Soms slaan ze alles aan, maar dat is een mooie situatie. Ja, top, hè? Dankjewel. Oh, echt goed, dankjewel. Echt? Oh, dan zet ons gelijk even neer. Zo, dat is fijn dat hij dat zegt. Oh, we gaan ook echt weg. We hebben gelijk al Apeldoorn door die eens uit. Nou, dat lampje ligt ergens onderop, of niet? Nee, heb ik allemaal hier bij de knie zitten. Dat heb ik al aan gedacht. Het is voorboden dit, hè? Ah nee, we zijn Apeldoorn uit. Hoe zijn Apeldoorn? Ja, we zijn Apeldoorn uitgekomen voor de 100 meter. Ja. Net buiten. Lekker. De schaduw. Dit is mooi in de schaduw. Oh ja. Nou, we zijn hier live 100 meter buiten Apeldoorn. En ja. Zeg het maar, meneer. Het eerste gebrek is in werking getreden. Het remlicht linksachter is kapot. De lampjes kom je zo bij. Alleen, ik besef me net dat de schroevendraaiers helemaal daar diep verborgen liggen. God sta me bij. Kijk. Ah. Nog best wel mee. Zeker. Ja, dat is toch maar hopen dat het lampje kapot is. En niet de... Niet de auto. Oh. God, een hele armatuur breekt af. Welke was nou het remlicht? Denk ik. Lang leven de DAF-club met een handige lampensetje. Er staat van alles op, behalve van wat het is. Oh wacht, 6 watt. Ja, ik weet ook dat die 6 volt is, maar het is ook 6 watt. Deze is 5 watt, maar het zal wel. Heel veel zeggen. Lang leven de DAF-club, maar reet, er zit helemaal geen 18 watt tussen. Dan maar het knipperlicht gebruiken als remlicht en een interieurlampje als knipperlicht. Het is niet veel, maar je doet het wel. Ah, het is prima, joh. Ja, goed genoeg. Zo, schouderkloppen voor jezelf, Robin. Hm? Schouderkloppen voor jezelf. Kan het wel. En we kunnen weer. De komende dagen zullen we een afstand van 1800 kilometer afleggen. Over de Duitse autobaan heen naar Frankfurt aan den Oder. Daarna een rotend door Polen, waar wij echte Poolse busjes zullen zien. Vanuit daar zullen wij ons oude vertrouwde Europese Unie verlaten naar het onbekende terrein genaamd Oekraïne, waar we de eerste 3 dagen in Kiev zullen zijn. Daarna banen wij onze eigen weg en zal ik 3 dagen in de beruchte Tsjernobyl-zone rondpruttelen. Na de hand zal ik richting Lviv en langs de Karpaten vanuit daar Slowakije binnentreden. Tot slot, via een kort verblijf in Wenen en Slan, zal ik vanuit het zuiden weer huiswaarts keren. Terug naar Nederland. We zijn nu echt onderweg.
In hoop dat er verder niks meer afbreekt of stuk gaat, kunnen we nu eindelijk de snelweg op richting Duitsland. Je zegt dat een Daphne Luxe kan zijn. Bundesrepublik of Deutschland! Kijk, we hebben hier 2 uur over gedaan. Ongeveer. En als we dan zo, misschien hierheen gaan, bij Aller. Ja, dat is op zich wel een behoorlijk stuk er wel vanaf, denk ik. Ja, maar kijk eens even in de campingboek waar wat ligt. Ja, precies. Maar dit is ongeveer ook 2 uur. Dan is het 5 uur geweest. Dat is dan mooi, denk ik. Ja. Robin, waar rijden we nu in? Stau! Zo, fucking small. Het is een beetje krank op mijn kont van deze weg. Eenmaal van de snelweg af konden we op zoek gaan naar onze camping, die ergens in een vaag dorpje zou moeten liggen wat 70 kilometer van de snelweg vandaan ligt. Je zou denken dat je dat makkelijker vinden met je navigatie, maar dat valt in werkelijkheid nogal vies tegen. Want als je vaak wordt verteld dat er ergens een rotonde ligt, dan verwacht je ook dat die rotonde daar ook werkelijk ligt. Waar is die rotonde dan? Kijk, hier gewoon rechtdoor, toch? Nee, hier naar rechts. Sla rechtsaf. Ja. Sla rechtsaf. 2 keer rechtsaf, heel kort achter elkaar. We gaan er zo mee. Zegt hij. Ga rechtdoor. Twee gebroken ruggengraten en een uur verder kwamen we eindelijk aan op onze camping. Dat we inmiddels wel 600 kilometer dichter bij Tsjernobyl staan. Even kijken of de radiatie inmiddels hoger is geworden. De Geigerteller gaan we even aanzetten. De teststand. Zwaar vervuild hier. Die staat goed. Ja. Ja, dat is kernramp hoor, wat je hier waarneemt. Je merkt nog niks. Gijs is zijn tentstokken vergeten. Dus we proberen hem even wat anders te verzinnen. Kansloos dit. Maar tot onze grote mazzel bleek onze buurman een ex-commando en survival expert te zijn. Die met een speciaal trucje alsnog de tent van Gijs kon opeisen. Door middel van een dennenappel die hij onder een tentcel deed en daaromheen een touwtje bond. Geniaal! Kijk, en dat vertelt Beer Grylls je nou niet hè, Wilton, met survival. Dan kan ik er hier een goede knoop op maken. De survival sfeer zit er helemaal in. Het inspireert zelfs. Misschien moet je ook een survival kanaal beginnen. Ja. Hoe je niet moet survivalen. How to survival. How to die on a camping. How to die on a commercial camping. Ik denk dat er één ding is dat we wel kunnen, dat is onze eigen pis drinken. Dat is er wel te doen. Ja. Het gaat alsnog gewoon helemaal kut worden, denk ik. Nee. Je moet gewoon een beetje moed hebben. Kijk, zie je? Dat is gewoon een deelbus. Ah, oh, dat is net.
Zo hebben Clinton gezegd. Ik zei YouTube kanaal. Dus ik altijd een deo. Het zal wat zijn, ja. Dat is straks de. Oh, nee, met de pepperspray. Met de pepperspray eroverheen en is alles gepeperd. Nee. Maar hier, kijk, komt allemaal rook vanaf je. Ja, maar het ligt er niet onder. Ja, komt wel goed. Kan toch? Waar is bier? Ik kan pas denken als ik bier heb. Hij komt over 2 minuten langs, lukt het? Hij kwam ook 2 minuten later langs. Ik ga nou weer een beetje oldschool voor je. Oh, dude. Kijk! Nou, je fire! Eindelijk! Ondanks het protest van het gras heeft hij ons toch nog een crashcourse kunnen geven in hoe we vuur moeten maken. Van de birch tree, van de stinging hier. Oh wow! Wat is het? Het enige wat je nodig hebt is iets dat vonkt, wat distels en een beetje boomschors. Blijkbaar. Oh no, it's burning. Oh wow, that's amazing. It's so simple. So simple. And rubbling. Yeah. Tiny. Ah. This crispy is from the oil on the wood. And very quick. Yeah. And it's from every tree or this specific tree? This is any plant. Tja, welke kennis of trucjes ken ik dan weer die daar tegenop kunnen wegen? Ondertussen maar even iets anders moois laten zien. Mooiste flesopener ooit. Een zuiger van een mobilet. Let op. Kijk, de poort voor het tweetakt gebeuren doe je erachter. En die doe je dan zo. Kijk. Mooiste flesopener ooit. Oh, en ik vergat te zeggen, er is nog iets moois. Je kan hem ook prachtig gebruiken wanneer er allemaal wespen in de buurt zijn om je flesje mee af te dichten. Wat wil een mens nog meer in dit leven? Eten.